Vriendsman heeft onlangs een meisje leren kennen en sinds die tijd is hij veel vrolijker geworden. Hij zingt als hij op de fiets zit, hij fluit als hij op de straat loopt en hij heeft veel meer energie dan normaal. Sommige mensen zeggen hij heeft vlinders in zijn buik. En niemand belt een dokter. Veel verwarring over het dagelijks taalgebruik, bijvoorbeeld over vlinders in je buik, ontstaat omdat we op verschillende manieren over verschillende dingen spreken in onze tijd. En elk van die manieren is op een andere manier waar, zou een oude islamitische denker met de naam Averroes zeggen. Averroes leefde in de 12e eeuw in Córdoba. 1126 werd hij geboren en Zuid-Spanje was onderdeel van het grote Arabische Rijk. En Averroes hield zich bezig met de vraag hoe het nou precies zit tussen theologie en filosofie. Tussen openbaring, Koran en de wetenschap en het logisch redeneren. Een van de problemen die daar opkwam was de vraag hoe je bepaalde Koranteksten moet lezen. Kun je ze altijd letterlijk nemen of zijn ze soms in een ander genre? Averroes zei, laten we nou eens een onderscheid maken tussen drie verschillende soorten manieren van spreken. Het retorisch taalgebruik, het dialectisch taalgebruik en het demonstratief taalgebruik. Het retorische taalgebruik, dat is het taalgebruik waarin we zeggen hij heeft vlinders in zijn buik. Niet iedereen snapt dat het niet letterlijk bedoeld wordt, maar dat metaforisch bedoeld wordt voor het gevoel dat hij heeft van binnen. En dat klopt, dat is waar, natuurlijk, maar niet letterlijk. Het dialectisch taalgebruik, dat is de taal, zegt Averroes, van theologen. En die bespreken iets dat zo ingewikkeld is dat je er eigenlijk nooit over uitgesproken raakt en dat je het beste in een soort dialoogvorm met elkaar in gesprek kunt gaan. Het is als de liefde is kalender op de wc bij je ouders. Elke dag is er een ander kaartje dat aangeeft wat nou precies liefde is. En soms spreken ze elkaar tegen, soms vullen ze elkaar fantastisch aan. En je hebt er 365 per jaar nodig om iets te snappen van wat liefde nou precies is. En je hebt, zegt Averroes, het demonstratieve taalgebruik. Dat is het logische taalgebruik, het wetenschappelijke taalgebruik. En dat is misschien het taalgebruik dat iemand als Dick Swaap zou gebruiken, als hij de liefde zou beschrijven. Stroompjes in je hersenen, zegt hij dan. En feromonen en allerlei elektronen, ik weet niet precies hoe het werkt. Maar Dick Swaap zegt, het is allemaal wetenschappelijk te verklaren. En ook dat is waar, maar het is ook niet helemaal hetzelfde gevoelsniveau als dat je zegt dat iemand vlinders in zijn buik heeft. Averroes zegt, laten we goed kijken naar hoe we spreken. Op welke verschillende manieren we spreken. Laten we dus ook goed kijken naar hoe God spreekt in de Koran. Je kunt niet altijd ervan uitgaan dat het letterlijk is. Soms moet je het anders interpreteren. Maar het belangrijkste wat Averroes hierover zegt, is dat hij zegt, je moet dus ook bij het lezen van de Koran je verstand gebruiken. Je logisch redeneren gebruiken. En dus is wetenschap en logica helemaal niet onschuldig. Sterker nog, je hebt het nodig om de Koran en de openbaring te lezen. Als Averroes vandaag de dag zou hebben rondgelopen, dan zou hij ook nog steeds denken dat het af en toe kan helpen om de soorten manieren van spreken uit elkaar te halen. Want Averroes hoort bij de mensen die niet weet wat je bedoelt als je zegt dat je vlinders hebt in je buik. Heb je wat gehad aan deze video? Geef hem even een like. En kijk op www.gerkotempelman.nl/averroes voor meer informatie over deze denker. Wil je meer video's zien over filosofen? Klik dan op een van de video's hiernaast. Leuk dat je keek! We'll be right back.